je nou voor het eerst met de microscoop gaat werken of het een tijd niet gedaan hebt, hier kun je vinden hoe het moet. Eerst leg je het preparaat rechtonder de lens met de kleinste vergroting. Zorg dat wat je gaat zien goed in het midden is. Dan stel je scherp met de grote stelschroef. Je legt je preparaat nog eens even goed in het midden. En dit is wat je ziet. We kijken hier naar de worteltop van een ui. Je kunt de celletjes net zien zitten als kleine hokjes. Wat je dan doet, is dat je één vergroting groter draait. Je gaat nu totaal met een vergroting van 100 keer kijken. En je stelt nu alleen nog maar scherp met de kleine stelschroef. Niet met de grote, want dan draai je veel te makkelijk dwars door je preparaat. En weer zorg je dat wat je wil bekijken precies in het midden ligt. Hier zie je weer die worteltop, maar nu met een grotere vergroting. Nou weer hetzelfde. Voorzichtig draai je de grootste vergroting voor. En weer alleen maar scherp stellen met een kleine stelschroef. En hier zie je dan de cellen heel duidelijk zitten. Je bekijkt nu met een vergroting van 400 tot 450 keer. Dan wordt het tijd om op te ruimen. De kleinste vergroting weer voor, haal je preparaat eruit en berg dat op.